Goedemorgen, geachte gemeente van Bergendal en vrienden. Hartelijk welkom op zondag 24 januari 2021. Dit is al de vierde zondag van hierdie nieuwe jaar, de derde zondag na Epifanie, waarin ons die verschijning van die licht van Christus gedenk. En in hierdie eerste deel van die jaar, tot met Pasen, lees ons gewoonlik een van die evangelies. Vanjaar is die oudste evangelie, die evangelie van Markus, aan die beurt. Markus 1 vanochtend. En ons lees dit uit die nieuwe Afrikaanse Bijbelvertaling op een vars manier. Ons wil jou uitnooi om in die volgende paar weken samen met ons die Markus evangelie een nieuwe Afrikaans te lees, te oordink. Ons lees dit ook in die tijd van COVID-19. Ons is steeds ingeperk en ons moet baie voorzichtig wees. Vandaar dat ons niet die eredienst in die kerk het nie, maar dit opgeneem het vooraf en dit vanochtend aan julle uitstuur. Het is op YouTube, op ons Facebook bladsy, en die liturgie van hierdie eredienst vind jy in die focus, ook dit is uitgestuur. Ons nooi jou om samen met ons die eredienst te beleef. En natuurlijk, ons verlang daarna dat die deure weer sal oopwees en ons hier als gemeente samen met mekaar kan vergader. Dit is in daar die verlangen naar die nabijheid van God, dat ons allemaal vanochtend deel, hier, bij die kerk, maar ook bij jou thuis, en so bij allemaal wat ziek is, of naar God verlang, of een of ander worsteling beleef, bezorgd is. Het is daar die verlangen waarmee lied 153 ons eredienst gaan begin, hoe Jezus komt toch nader. Dan wordt die kers aangesteek, symbool van die licht en van ons gebede, aangesteek door Gerda Pretorius, sy verjaar vandag, ons wil vir haar sê hartelijk geluk, en ook ander wat in hierdie dag en week verjaar. En na dat die kers aangesteek is en die voetem en die seën groet, dan ons loflied, Psalm 48, een loflied oor die licht van God. Kom, ons is blij dat jy bij ons is, ons beleef dit hier saam. Ons begin, ons voortgang en ons einde is in die naam en nabijheid van hom wat die Alpha en die Omega is, die eerste en die laaste, Christus die levende. Amen. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, Christus ons Verlosser en deur die Gees ons Vertrooster. Amen.
Geliefdes, ons skriflesing vanoggend kom uit die nuwe 2020 Afrikaanse vertaling, Markus 1, en dan een paar verse uit Markus 12. Maar voordat ons dit lees, kom ons bid saam. Heere God, na wie toe sal ons gaan wanneer ons sonder raad is? Na wie toe sal ons gaan as ons moed min raak? Na wie toe sal ons gaan om die name van ons geliefdes te noem? Na wie toe sal ons gaan in gebed vir ons land? Ons kom na u toe, met vrymoedigheid voor u troon, want by u is die woorde wat lewe gee. Spreek, Here, en ons siel sal lewe. Amen. Markus 1. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Vers 9. In daardie dag het Jesus vanaf Nazareth in Galilea gekom, en hy is deur Johannes in die Jordaan gedoop. Net toe hy uit die water uitkom, het hy die hemel sien oopgaan en die gees soos 'n duif op hom sien neerdal, en een stem uit die hemel het gekom, jy is my seun, my geliefde, oor jou verheug ek my. Direk daarna het die gees hom die woestijn ingelei. Hy was 40 dae lang in die woestijn, waar hy deur Satan versoek is. Hy was saam met wilde dieren en engele het hom versorg. Nadat Johannes gevangen geneem is, het Jesus na Galilea gegaan, waar hy die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê, die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. En dan uit Markus 12, een van die skrifkenners het nader gekom en vir Jesus gevra, watter gebod is die belangrikste van allemaal? Jesus het geantwoord, die eerste is, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou kracht. En die tweede is dit, jy moet jou naaste lief hee soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie. Die skrifkenner het toe vir hom gesê, uitstekend meneer, dit is waar wat hy gesê het. En toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê Jesus vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Tot sover. Lieve maats, toe Jesus 30 jaar oud was, omtrent, het hy uit Nazareth, die dorpie waar hy groot geword het, noord in die land, in die provincie Galilea, afgegaan na die Jordaanrivier. Dis by Jerusalem, in die suide. En daar was Johannes die dooper bezig om die mense van God te vertel en te doop in die water van die Jordaanrivier. En ook Jesus is gedoop. En net toe hy uit die water kom, het die hemel bokant hom oopgegaan, en die gees van God het soos die duif uit die hemel op hom neergedal. Daar was ook een stem wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom is ek baie blij. Hierna is Jesus deur die gees
naar die woestijn gelei. Niet ver van die Jordaanrivier nie, maar in die wildernis waar daar bergen was. En voor 40 dagen en 40 nachten was Jezus alleen in die woestijn, samen met die wilde dieren. En terwijl hij daar in die woestijn was, uit niks geëet nie, het hij honger geworden. En toen het die tegenstander van God nader gekom. En voor Jezus gesê, as jy die Seun van God is, verander hier die klippe in brood, dat daar iets is om te eet. Maar Jezus het hom geantwoord en gesê, daar staan in die skrif, een mens zal niet alleen van brood leven, nie, maar van die woorden wat uit God zijn mond komt. Toen die tegenstander van God weer nader gekomen en voor Jezus naar die tempel toegevat in Jeruzalem, op die hoogste plek op die dak, en voor hom gesê, spring hier af, want daar staan in die skrif, God zal sy engele opdracht gee, zodat hulle jou op hulle hande dra en jy jou voeten nie sal stamp nie. Maar Jezus het geantwoord, daar staan ook geskryf, jy moet die Heere jou God nie versoek nie. Toe die tegenstander van God vir Jezus na een hoë berg toegeneem, die hoogste berg in die land, en vandaar vir hom al die koninkryke van die wereld gewys, en gesê, buig voor my, dan gee ek jou al hier die koninkryke, mag daaroor. Maar Jezus het vir hom gesê, gaan weg van my, tegenstander van God, want daar staan in die skrif, jy moet die Heere jou God alleen aanbid, gaan weg. En die tegenstander van God, Satan, het toe van Jezus af weggegaan en hom alleen gelaat. En weet julle maats, die engele het nader gekom en vir Jezus gevoed met brood en water. En toe het Jezus vandaar uit die woestijn teruggegaan naar die noorde van die land, naar Galilea, waar hij vandaan gekomen het, en daar het hy die goeie nuus vir die mense gebring, en vir hulle gesê, die koninkryk van God het nabij aan julle gekom. Bekeer julle, en glo die goeie nuus. En dit is so, maats, die goeie nuus is dat die koninkryk nabij ons is. Dis die goeie nuus wat Jezus bring. Sê dit saam met my, die goeie nuus wat Jezus bring, is dat Godse koninkryk hier by ons is. Geagte gemeente, beste vrienden, wat zo vanochtend 24 januari 2021 voor jou goede nieuws wees? Wat er soort nieuws zou jou vanochtend blij maken en hoop gee en moed voor die week wat voorleen? Marcus gebruikt die woord goede nieuws 3 keer hier aan het begin van zijn vertelling over Jezus van Nazareth, vers 1, vers 14 en vers 15. Goeie nuus.
In Adventtyd, einde verlede jaar en met die oorgang naar die nieuwe jaar, Kersdag, Epifanie, 3 januari, die Sondag bij die oorgang van die ontwrigte 2020 naar die onbekende 2021, het ons die boek Markus begin lees. En ja, dit in een tijd van slechte nieuws. Ons kele trek toe, wanneer ons die statistieken van die vorige dag hoor. Hierdie week, die 300ste dag van ons inperking, soveel infecties, soveel sterfgevallen, nou al meer as 40.000 in ons stad, in ons land, meer as 2 miljoen in die wereld. En as daar die statistieke oor hierdie pandemie verander in een WhatsApp met een naam, wat voor jou bekend is, iemand nabij, iemand in jou familiekring, een geliefde schrijver, een gewaardeerde dokter, een gerespecteerde leidersfiguur, soos die afgelopen week, de slechte nieuws. Ons moet sak wanneer ons hoor dat die bevelsraad weer gaan vergaderen, of dat die president gaan praat, of dat die opening van die skole nog een week uitgestel is, of dat daar alweer nieuwe datums is voor die schoolkwartalen, ons beplanning wat bly verander. Slechte nieuws. Ons het begin bang word daarvoor. Uit Amerika, of uit China, uit die onbekende. En dalk ook is die slechte nieuws in jouw leven, in jouw hart, bekende namen, bekende uitdagings, bekende emoties, dingen waarmee jij al lang in jouw binnenste worstel, jij alleen wat daarvan weet. In zo'n tijd van slechte nieuws, het ons die vertelling van Markus begin lees, vanochtend weer. Geskrif is kort, 16 hoofdstukjes. Wat ook kom uit de tijd van slechte nieuws. In die jaren 60 of 70, aan die begin van ons jaartelling, een tijd toe daar in die antieke wereld rondom die Middellandse See, natuurrampen soos droogte en vulkanische uitbarstings en aardbevings gewoed het, en in die mensenwereld onrus in die provincie Palestina, oorlog tussen die Romeinse heersers en die Joodse bevolking tussen die jaren 66 en 70 en wat eindig in die vernietiging van Jeruzalem en die stroping, die plundering van die tempel wat nooit weer herbou sou word nie. Maar ook vir Christene, wat eers verdag gemaak is, toe na die rand van die samenleving geskuif is, hulle werk verloor het, onteien is, uiteindelik teen wie die swaard getrek is en hulle moes vlug in die katakombes langs die Via Appia buite Rome in vluchtelingkerkies. Vir hulle was dit de tijd van ontwrigting, van slechte nieuws. Paulus is onthoof, Petrus is gekruisig, so lui die berigte. Die bekende wereld rondom hulle wat in duie stort en die gevoel is dit die einde. Het is dan dat Markus boaan hierdie geskrif, hierdie boekie van hom skryf, goeie nieuws. Markus 1 vers 1, die begin van die evangelie van Jezus Christus, die Seun van God. Evangelie, goeie nieuws. Wat zou vanochtend voor jou goeie nieuws wees? Drie keer gebruik Markus daar die woord. En nog vier keer verder in sy boek, Euangelion, goeie nieuws, blye tyding. En in die ore van sy eerste hoorders, van sy lezers, geliefdes, en is nie eindelijk vanochtend vir ons anders nie. Misschien ontdek jy vanochtend daar een goeie nieuws waarna jou hart hinker. Vir sy gemeentekie destijds het hier die woord evangelie twee betekeniskante gehad. Aan die een kant, vooral voor die Joodse gelowiges, Christene wat uit die Jodendom deel geword het van hier die eerste gemeentes, so die Griekse woord euangelion herinner aan die blye tyding waarvan daar dikwels in hulle oud-testamentiese geskrifte gewag gemaak is. Tyding, vol verwachting, een gelade inhoud. Psalm 40 vers 10 bijvoorbeeld, ek het op die Here bly wag,
Hy het na my afgebuig en my hulpgeroep gehoor. Hy het my opgetrek. Ek het die goeie boodskap van gerechtigheid, daar het jy die woord, evangelie, die goeie boodskap van gerechtigheid gebring in die groot bijeenkomst. Of Psalm 68, sing vir God, besing sy naam, een vader vir die vaderlooses, een rechter vir die wedewees, is God in sy heilige woonplek. God laat die eensames weer in een huisgesin woon, milde reën het u, o God, laat uitsak, my Heer het een boodskapper gestuur, die vrouwe wat die goeie tijding bring, is een groot skare. Markus' woord evangelie klink al in die Oud Testament, blye tijding. So haal hy dit ook uit Jesaja 40 en uit die prediking van Johannes die Doper aan, Markus 1 vers 2. Goeie nuus vir Jerusalem en die dorpies platgeslaan in Judea. God is op pad, God is hier. Vandaar die blydskap, Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflik op die berge is die voete van een boodskapper van vreugde, een wat vrede verkondig, wat een goeie boodskap, wat evangelie bring, wat verlossing aankondig, wat vir Sion sê, jou God heers as koning. Roep die goeie tijding, roep die evangelie. Eeuwenlang het Israel gewag, geluister, hoor ons al die voetstappen aankom, na die horizon getuur, hoe ver nog? Wanneer Markus sy vertelling open met die woord evangelie, spits hulle ore. En ja, in die openingshoofstuk alreeds, wys Markus dit uit, op een baie kort manier, korter as die ander, Matteus en Lukas sou daarop uitbrei. Markus se vertelling beweeg dramatisch, vinnig. Markus noem dit net, vers 9 en 10, by die doop van Jezus gaan die hemel oop, daal die gees van God neer, hier voor ons oe word een boodskapper gesalf, die gestuurde van God, die Messias, soos wat Jesaja dit vooruit gesien het, die gees van die Here sal op hom rus, die gees van wysheid en insig, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en ontzag vir die Here. En net so betekenisvol Markus 1 vers 11, die stem uit die hemel en daar die woorde, jy is my seun, my geliefde. In die Oud Testament was dit eens Israel, die volk, seun van God genoem, Hosea 11. Toe die koning op die troon in Jerusalem, Psalm 2, maar in Jesaja 42 is die verwachting groot. Kyk, hier is my dienstknecht, my uitverkorene in wie my binneste vreugde vind. Ek het my gees op hom laat kom, hy sal die reg vir die nasies laat deurbreek. Wat Markus skryf oor daar die dag by die Jordaanrivier, bevestig die woord wat hy gekies het om dit mee te begin. Evangelie, goeie nuus, dit gaan in vervulling hier. God is by ons. Dit wat vir ons gewag het, gebeur. Aan die ander kant, die betekeniswereld van daar die woordjie evangelie, in die Grieks-Hellenistiese wereld, en specifiek in die Romeinse Rijk van destijds, die woord evangelie, euangelion, het te doen gehad met die vereering van een Romeinse keizer, een goede seun, so is daar gesê, en wanneer een koninklijke gebore is, en vooral die eersgeborene, die troonopvolger, en wanneer daar die seun mondigheid bereik, een man word, en wanneer hy as nieuwe keizer ingehuldig word, en die troon bestuig, dit was ambtelike nuus, euangelion. Soos op CNN en feitelik alle ander nuuskanale die afgelope week, breaking news. Die nuwe keizer se lof moes besing word, eerbewyse moes betoon word, sy guns moes gesoek word, die nuwe evangelie, wêreldnuus. Maar vir die jong gemeentekie in Markus se tyd, aan wie hy skryf, was sulke nuus oor 'n keizer wat vereer moet word, onheilspellend. En ook daardie kant weer klink, as Markus hier die woord euangelion gebruik. Kyk, vers 12 en 13, 40 dae in die woestyn,
afsondering, stilte, strijd. Want die licht van die evangelie roept duisternis op. Die geboorte en die doop en die salving van hier die Seun van God, laat die teenstander uit die skaduwee kom. Tuisterend, listig, drie keer die versoeking, as jy die Seun van God is, doe iets wonderliks. Bevestig die behoeftes van die massas. Doen iets sensationeel, spring hier af. Buig voor die versoeking van mag. Let us make it great again. Marcus vertelt dit niet, maar Matthias en Lucas zouden dit in detail doen. Marcus wijst net waarschuwend in die lucht, in die richting van die wildernis. Oppas. Daar waar lucht is en goede nieuws weer klink, oor die koninkrijk van God, verwacht maar ook daar die duisternis, die tegenstander. En heel concreet, vers 14, Johannes die doper, wat die boodschap moest brengen, wat moest aankondig, maak die pad recht, die koning kom, Johannes is gevang. Die duisternis slaan toe, nabij, in die familiekring, die boodschapper wordt stilgemaakt. Die goeie nies moet door slechte nies oorweldig word, door onheil. Jy sien, lieve broer en sister, vir die eerste lesers van Markus' geskrif sou dit duidelik word, soos elke dag se nies. Ons beleef stryd. Ons hoor die gerugte. Ons wonder waarheen en wat sal word. Op een vreemde manier hang daar oor ons die spanning tussen die goeie nies, dat ons geloofsverwachtinge vervul is enerzijds, en anderzijds die teenslaaf van die duisternis. Slechte nies, die dreiging van die context waarin ons leef, en wat ons so uitdaag, wat soveel eis, wat ons krachten en ons moed so tap. Vir hulle, skryf Markus, Evangelion, goeie nies, bo aan sy boekie. Wat is die inhoud van daar die goeie nies? Vers 14 en 15, wanneer hy twee keer die woord evangelie gebruik, dit, Jezus het naar Galilea gegaan, waar hij die evangelie van God verkondig het. Hy het gesê, die bestemde tijd is vervuld, die koninkrijk van God is op handen, bekeer julle en glo die evangelie. Glo die goeie nuus van God. Dis die spanningsveld waarin ons leef. Tussen die goeie nuus waaraan ons vasthou, God is hier, en die slechte nuus wat ons dagelijks hoor en mag beleef. Dis die ambivalentie van geloof. Van jou geloofsverwachting teenoor dit wat jy die teendeel sien, dagelijks, rondom jou, wat jou uitdaag, wat jou beproef, wat jou versoek om te swig. En dit is ook die spanningslijn wat daar in hier die boodskap self lê. Want ja, die koninkrijk van God, skryf Markus, is op hande destijds, 2000 jaar gelede al, en is ons oortuig dat het in Jezus Christus nabij gekom het, aangebreek het, en toch ons leef steeds met die verwachting, die uitzien, die gebed, laat die koninkrijk kom. Dit klinkt steeds na toekomstmuziek in ons oren. Die spanningslijn tussen dit wat is en die nog niet. Daarom dat Markus Jezus' woorden opteken, sy heel eerste boodschap, na die dag van licht en die openbaring toe hy gedoop is en die ou visioene van die psalms en die profete in vervulling gegaan het, maar ook na die 40 dagen van strijd met die duisternis in die woestijn en die versoeking van een wereld wat door mag en sensatie aangedreven wordt, dan sê Jezus, die koninkrijk van God is hier, glo dit. Daarin, geliefdes, lê die goeie nuus van 24 Januarie 2021. Ek sluit af, wat vanochtend voor jou specifiek goeie nuus sou wees,
wat verlichting zou brengen in jou gemoed, wat troos voor jou hart zou geven, wat hoop zou brengen, wat kracht voor jou zou geven voor die week voor en toe. Ik weet niet precies nie. Jij weet het en God weet. En ik wens jou graag sterkte toe daarmee. Mag God jouw gebed verhoor. Wat Marcus doen, destijds voor sy gemeente uitgelever aan slechte nieuws, en vanochtend voor ons, is om een herinnering op te roep, ons weer te verseker, die beste nieuws gaan oor een boodskap en een boodskapper. En eindelijk is die twee een. Die boodskapper is self die boodskap, die blije tijding, namelijk dat die koninkrijk van God op handen is, nabij is. Daar, hier, waar je naar die licht toe draai, naar Christus toe. Hij wat God aan ons kom wys het, toe hy mens geword het, die ware mens, die genadige mens, die heel mens, soos wat God het bedoel het. Glo dit net. Glo die goeie nuus. Leef met daar die spanningsveld. Mag hy self deur sy gees ons in die komende weke tot Pase, wanneer ons hierdie kort evangelie gaan lees, daar die geloof skenk en ons verlangende harte voed. En ja, intussen mag hy ons help onthou dat Jesus gesê het dat wanneer jy God liefhet en jou medemens soos jouself, dan is jy inderdaad nabij. In die lichtkring van Godse heerskapie, nabij aan sy koninkryk. Glo dit. Glo die goeie nuus en leef daarmee. Amen. Hemelse Vader, ons dankie vir die goeie nuus, die evangelie, dat die tyd vervuld geraak het, dat u die geskiedenis binnengekom het, dat ons verlangens tot rus kan kom, in Christus Jesus, lang verwagte heerser oor die aarde, ons vredevors, beskermer, helper, laat u koninkryk kom. En besef ons dit ook nou, Vader, dat die evangelie, die blye tyding en die licht daarvan juist die donkerte aan ons uitwys, juist ons wering word teen boosheid, juist ons skuilplek is in dae van slegte nuus en stryd, aangeblaas deur die teenstander, die geweldenaar. Here, laat die koninkryk nabij kom en help ons dan om in ons eie tyd en plek, in die lichtkring van die koninkryk te leef, liefdevol en genadig teenoor mekaar, teenoor ander, en as boodskappers wat blye tyding bring. Help ons om luisterend te leef, saam met ander, wat ook verlang na hoop, na lig, na goeie nuus. Help ons glo, u koninkryk het gekom, in Christus ons Here. Amen.
Die Heere sal jou seën en jou beskerm, en die Heere sal sy aangesig na jou wend en jou genadig wees, en die Heere sal die lig van sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou vrede gee. Amen.